Hoe zijn bijvoorbeeld jouw tekstschrijvers die jou hebben geïnspireerd? Ik heb begrepen dat Huub van der Lubbe bijvoorbeeld, dat je die wel goed vindt. Huub van der Lubbe vind ik wel een hele goede tekstschrijver, omdat hij grote emoties op een mooie, simpele manier kan verpakken. En dat is wat ik ook vaak in onze liedjes probeer te doen. Het moet voor heel veel mensen herkenbaar blijven, maar het moet wel een soort persoonlijke touch kunnen hebben voor mensen. Dus het moet heel breed zijn en aan de andere kant ook persoonlijk toepasbaar, als je dat snapt. Hoe ik dat dan, hoe je dat doet, is heel moeilijk. En ik heb dan, Huub is dan een voorbeeld voor mij, alleen niet dat ik probeer om hem na te doen. Ik vind bijvoorbeeld ik zoek gewoon naar een soort directheid in teksten. En dat is gewoon zoeken. En ik lees alles in het Engels bijna. Dat is wel grappig. En daar haal je ook dingen uit boeken, gedichten, mensen om je heen, gesprekken, van alles. Maar groei je daarin? Ik bedoel, gaat dat sneller? Of wordt dat moeilijker? Of... Ja, je hebt altijd periodes voordat je weer... Als je aan het schrijven bent, heb je altijd bepaalde periodes dat het sneller gaat, dat het makkelijker gaat. En op dit moment zit ik in een impasse. Zeg maar, ik heb de afgelopen weken heel veel zitten schrijven. Veel teksten. En nu even niet. Nu laat ik weer allerlei dingen binnenkomen en dan op een gegeven moment ga ik weer zitten en ga ik weer schrijven. En het is wel zo dat ik vroeger, in die eerste platen zeg maar, heel erg geschreven heb. Iets intuïtiever, denk ik. En dat een beetje losgelaten is en ik wil eigenlijk weer terug naar dat gevoel, dat intuïtieve. Maar dat je gewoon later op een gegeven moment misschien te veel je best deed of zo? Ja, dat zou kunnen. En ook misschien proberen om te origineel te zijn. Of moeilijke woorden wil ik sowieso niet gebruiken. Dat doe ik ook niet. Maar het te geconstrueerd wordt of zo. Dat hebben we, dat... Ik denk dat wij echt een rockband zijn. En dat we dat op het podium echt laten zien. En ik denk dat dat op de platen ook echt naar voren moet komen. Bij de laatste plaat is dat al heel goed weer gelukt. Met dank aan een hele goede producer. En daarvoor hadden we 1-2 platen gemaakt die toch iets geconstrueerder waren. Iets gezochter of zo. We waren ook erg aan het zoeken. Je bedoelt gewoon naar stijl of beide soorten? Ja, naar stijl, naar smoel, naar een stijl, naar een... Wat is IOS, wat is ook schitterend en wat is onze herkenbare... Ja, USP, zeg maar. Ja. Om even in de reclame te blijven. Oké, ja. Ja, bijvoorbeeld, je zei van je schrijft teksten. Schrijven die gewoon puur als gedichten, zeg maar? Of schrijven het ook meteen een melodie? Of hoe gaat dat? Bestaan je teksten eerder dan de melodie? Of? Nou, soms wel. Maar wat vaak gebeurt is dat ik schrijf nu een heleboel teksten op. En dat zijn vaak korte flarden. En daar zit verder helemaal geen melodie bij. En Sander, onze gitarist, die komt dan met melodie. Of leuke zanglijntjes of dingen. Ik bedenk ook wel eens een zanglijntje. Nou ja, dat kan dan gebeuren dat het in een liedje terechtkomt. Alleen het is een hele rare puzzel. Want het is nooit zo dat het van tevoren al muziek klaar is. En dat er een tekst klaar is. En dat het toevallig allemaal precies op elkaar past. Bepaalde muziek vraagt om een bepaalde tekst. En dan pak je misschien pak je 1 zin uit een tekst die ik geschreven heb. Okay. En denk van, daar ga je daar weer mee verder. En zo evolueert het gewoon door. Het is nooit kant-en-klaar. En op een gegeven moment zet je het op cd en dan is het af. Maar eigenlijk is het dan nog niet af. Alleen je moet het een keer op cd zetten, anders dan maak je nooit plaat. Nee, oké, maar hebben jullie wel een soort werkwijze, zeg maar? Jij schrijft vaak voor jou met Sander, volgens mij bijna alles. Ja. Afgezien van 2 of 3 nummers die van Mark van der Voorn toch ook? Ja, klopt. Ja. Dus dan heb je op een gegeven moment wel een soort gevoelsband of een soort manier van werken ontwikkeld, denk ik. Ja, hebben we ook wel. Ik bedoel, we zoeken elkaar wel op, maar het is niet zo dat we enorm vaak bij elkaar zitten niet om te schrijven, nee. En het is soms ook heel erg moeilijk, maar ook dat is een proces, je gaat er met z'n tweeën voor zitten en soms lukt het wel en soms lukt het niet. En het enige wat je kan doen is het constant blijven doen. En dan op een gegeven moment gaat het weer vanzelf ofzo.